Hey hey, it's your girl Kim. Wisten jullie dat er eigenlijk meer dan 1000 soorten whisky zijn? Nou, dat was voor mij dus genoeg om op een zondagmiddag uit bed te komen. Ik ben gegaan naar het whiskycafé L&B, waar ik 6 verschillende soorten whisky mocht proeven. En de zalmbroodjes bleken ook erg lekker te zijn. Nou, het thema van vanmiddag is whisky uit de kelder van Loek. Loek gaat dus de proeverij presenteren. Nou Loek, ik denk dat ik het woord aan jou geef. Goedemiddag allemaal. Wat ik vanmiddag wil gaan doen, nou ja, dat hoef ik u niet te vertellen, want dat kunnen jullie wel raden. We willen gaan proeven, ruiken en proeven. Het café is anders dan ik ben gewend. Het is donker en wat ander publiek dan ik ben gewend. Maar het is wel heel gezellig. Het is echt zo'n whiskycafeetje met hele leuke flessen overal. En het is gewoon knus. Ja. Ik wil het in het bijzonder hebben over hetgeen wat echt ook de smaak aan onze whiskies gaat brengen. Whisky wordt gemaakt van water. Nog een ander product, dat is graan. En om een mooie alcohol van te maken, neemt men natuurlijk ook gist in combinatie met suiker bij nodig om een alcoholpercentage te krijgen. Pakt u het glas? Het moment is eindelijk daar. We gaan ruiken en proeven. Dit is mijn whiskyglas nummer 1. Ik heb hier echt zo lang op gewacht. Ik hoorde net van een andere whisky-deskundige dat ik niet alles in één keer achterover moet staan. Dat doe ik normaal wel, maar ik zal nu inderdaad even de regels aan mij aan de regels houden. Dus daar gaan we. Ook uitkomt met hetgeen wat u straks gaat proeven. Het is best wel sterk, maar het is wel heel lekker. Ik verheug me al op de andere 5 glazen. Ongeveer 60-70% van de smaak wordt bepaald door de rijping op het eikenhouten vat. Oh, die meneer die draait met het glas, misschien moet dat ook maar doen. Dat is eigenlijk sinds begin 1900 dat de Schotten gedacht hebben van die vaten, dat brengt toch wel een extra dimensie aan de whisky. Ik heb net een pipetje gekregen en als ik dus 2 druppels water in mijn whiskyglas doe, komen er nog meer geuren vrij en schijnt het dus nog lekkerder te worden. Dus ik ben benieuwd. Ik ga weer eerst ruiken en dan proeven. Maar ik kan bijvoorbeeld ook. Ja, ik ruik wel een beetje verschil. Ik ruik nu iets meer geuren dan net. Jullie zagen net al een idee. Je legt dan de hand op het glas, zo. Even schudden. Nou, voor de smaak doet het niet heel erg veel, maar het is handig om te weten, denk ik. De alcohol verdampt, maar de geuren die blijven. In Amerika wordt er ongeveer 2 tot 3, 4 jaar gerijpt en minimaal 2 jaar, wat over hier bij wet is vastgelegd. Weet jullie overigens hoe lang zo'n distillaat in Schotland op zo'n vat moet liggen? Minimaal 3 jaar. Minimaal. Hier staat bijvoorbeeld 17 jaar op. Dat betekent dat ze 17 jaar is er op dat eikenhouten vat gerijpt. We hebben er nu hebben we inmiddels 3 whiskies mogen proeven. Ik ben heel erg benieuwd wat jou naar deze whiskyproeverij brengt. Ik kom hier eigenlijk iedere dinsdag van de laatste paar maanden. Vrienden zitten hier altijd en ik hoor van whiskyproeverij. En ik zeg van ja, dat wil ik ook wel erg graag geven. We hebben net voor 4 glazen gedronken. Heb je al een favoriet whisky brand? Ja, die vind ik net ook wel heel lekker. Boven 30 jaar, een beetje kruidig en tint wel lekker naar. Dus, ja, nou heel veel plezier nog. Om straks even door te gaan met de laatste 3 whisky. Toilet is naar boven. Het is eigenlijk lekkerder om lekker 1 glaasje whisky te drinken en om daarvan te genieten dan om je helemaal vol te gieten met bier. Alhoewel ik ook van een biertje hou. Ik zou zeggen, kom een keer naar een proeverij toe. Want op een proeverij, dat is leuk ten eerste omdat je krijgt er een leuk verhaal bij. Hè. Er wordt wat geleerd over de geschiedenis van whisky. Een hapje erbij, dat is echt aan te bevelen voor iedereen. Ja. Zo, ik voel hem al wel. Beetje water nog erbij. Allemaal nieuwe techniekjes meteen toepassen. Ik denk dat ik hem wel gewoon in 1 keer achterover geslaan. Ook al mag en die heeft 30 jaar gerijpt. Op enerzijds sherryvaten. En weg is hij. Luister naar God, ik trek dit echt niet. Zo, dit was mijn whiskymiddag. Ik ga heel snel naar huis. Bye bye.
Ja.